In Brummen vind je Nico Aaldering. Samen met zijn zoon Nick heeft hij een gallery met de meest bijzondere klassiekers, youngtimers, sportwagens en motorfietsen. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij niet alleen voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Kijk, in 1922 werd eigenlijk de basis gelegd voor de Jaguar fabriek. En dat was de SS, de Swallow Service betekende dat. Sir William Lyons, dat was de oprichter, en die maakte zijspannen voor motorfietsen. Maar in de jaren 30 kwam hij erachter dat auto's veel makkelijker verdienen was. Dus hij begon met auto's en hij was redelijk succesvol. SS90 en SS100 waren succesvolle auto's. In de oorlog werd het hele circus plat gebombardeerd, de fabriek in Coventry. En na de oorlog moest het natuurlijk weer opgestart worden. Maar ja, het was niet makkelijk in Engeland. Er was weinig staal. Er was grote werkeloosheid, er was een hoop ellende. In 1948 werd de basis gelegd voor deze auto, de XK120. En toen was in één keer het woord SS was verdwenen, maar ja, daar is natuurlijk ellende genoeg mee gehad de laatste 5 jaar. Dus het woord SS, dat wouden ze niet meer horen in Engeland. Dus het werd Jaguar. De Jaguar XK120. Er werden er maar 242 van gebouwd. En waarom? Het was de eerste auto, aluminium auto. Dus de eerste XK120 werd van aluminium gebouwd. Dat is dikkens de één van. En hoe zat dat nou precies? Nou, hij had een chassis en een motor en hij zei, ja, we moeten toch iets gaan bouwen, we moeten weer opstarten, we gaan een hele simpele roadster maken. Dat was dit. Maar hij zag er eigenlijk helemaal geen brood in. Hij dacht, joh, we gaan er een paar honderd maken en dan hebben we rustige tijd om ons te ontwikkelen, om mooie dingen te maken. Want die auto kwam op de markt en het was dikke pret. Iedereen wou die auto hebben. 85% van de productie ging naar Amerika. Die Amerikanen waren dol op deze auto. De XK120, wat een lijn, wat een vorm. Ja, ik bedoel, we zijn het toch snel over eens dat dit gewoon heel mooi is. Weet je wat er zo mooi is aan die auto? Er zit niks te veel aan. Alles wat noodzakelijk is, zit erop. Een lampje, een bumpertje, maar niks te veel. Ik rij al jaren met zo'n ding. Kijk, als je die kap eruit haalt, gewoon eruit, dat kunnen we nou niet demonstreren. Maar als je er gewoon uithaalt, heb je ongeveer een centimeter of 5 meer, dan kun je fatsoenlijk zitten. Hij is een jaar of 20 geleden gerestaureerd en dit is een absolute toprestauratie. Dit onderscheidt zich ook van de hele vroege. De hele vroege hebben de lampjes opstaan, later werden ze geïntegreerd. Zelfs dat dashboard zit niks vervelends aan. 5 metertjes, alle noodzakelijke knopjes. Die spets, dat zijn de spets, die kunnen er ook af. En met spaakwielen kunnen die spets er niet op. En ik film eigenlijk zonder die spaakwielen, dus met de spets en met de dopjes, gewoon het mooist. En kijk nou eens naar die lijnen, kijk nou eens. Daar klopt toch alles aan? Maar die auto werd in Amerika ongelooflijk goed ontvangen. Daarom zijn er veel links gestuurde en heel weinig rechts gestuurde. Dat zal u waarschijnlijk verbazen dat je zegt er zijn meer links gestuurde als rechts gestuurde met een Engelse auto die rechts gestuurd geleverd wordt. Maar alles werd naar Amerika afgekocht. De export was op dat natuurlijk door de oorlog natuurlijk heel belangrijk. He, dan kwamen centjes binnen. De XK120, die naam ontleent zich aan het feit dat die zeggen, hoe zullen we hem noemen? Ja, we noemen hem XK, maar wat dan meer dan? XK is dan niks. Ja, 120, want hij reed 120 mijl. Dat was 196 kilometer in die tijd. En het was ongelooflijk snel, bijna 200 kilometer per uur. 1949. Jongens, dat is toch ongelooflijk. En ze hebben daar in 1950 ook nog een snelheidsrecord. Ik dacht 1950 of 1949, ik weet het niet precies. Het snelheidsrecord proberen te vestigen op een openbare weg in België. Dat kon nog in die tijd. Gewoon snelheidsrecord, weg afzetten. We gaan hier rijden, hoe hard, hoe kan het? Geen mensen vinden naar kijken. Het rode lampje geeft aan dat er geen benzine meer in zit, dat het reserve is. Af en toe staat hij op nul, dat vond rust met een beetje, maar af en toe ook weer op een half dus. Neem aan dat de heren toch wat brandstof in gedaan hebben. Dus ik denk dat het een Engels metertje is wat niet echt goed functioneert. Maar dat hoort bij een Engelse auto. Kijk, een 120 is simpelweg de mooiste XK. Je hebt 120, 140, 150. Maar hoe nieuw dat die wordt, minder mooi.